Ja, hier heb ik een klein beetje mijn vraagtekens bij. Hoi, goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb een beetje een ander soort video voor jullie deze dag. Geen vlog, sorry. Dat komt omdat ik gewoon hier echt last van mijn nek had. En maandag merkte ik al aan de vlog dat ik gewoon niet echt een leuke vlog kon maken. Omdat ik gewoon de pijn een beetje overheerste. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik neem even een break en dan kijk ik heel even hoe het gaat. En woensdag ging het gewoon weer beter, dus voor jullie morgen. Dus dan komt er gewoon weer een vlog. Maar ik dacht, dinsdag heb ik dus niet gevlogd, maar ik upload natuurlijk wel zoals ik beloofd heb. Dus vandaag even een ander soort video. Toen moest ik ineens denken aan mijn Apple Watch. Daar komen altijd zoveel vragen over. Wat is dat voor ding wat je om hebt, wat doe je ermee, enzovoorts. Dus ik dacht, let's tell you about it. Ik heb hier trouwens ook mijn sporttas. What's in my sports bag? Nou, dat zal ik even uitleggen. En daarna begin ik dan even over het horloge. Een handdoek. Ik ga trouwens altijd in mijn sportoutfit naar de sportschool. Dus omdat die echt vlak bij mijn huis is. Dus ja, ik heb dan geen sportkleding in mijn tas. En dan altijd drink ik natuurlijk heel veel water. Water, water. Deze is van glas. Die heb ik ooit een keer gratis gekregen bij Victoria's Secret toen ik daar kleding kocht. En het is echt mijn favoriete drinkfles. Omdat die dus van glas is. Het is wel een beetje irritant. Want soms dan gaat dit wel echt zo tak. Maar het schijnt dus echt veel beter te zijn om uit glas te drinken. Dit zijn oordopjes. Deze gebruik ik alleen als ik bijvoorbeeld cardio ga doen. Omdat ik die dan even snel kan inpluggen. En dan kan ik gewoon YouTube kijken. Deze die gebruik ik eigenlijk vooral wanneer ik krachttraining aan doen. Daar heb ik ook altijd heel veel vragen over gekregen. Dit is Beats Dr. Dre draadloos. En ja, het geluid is gewoon echt super. Echt ook als ik opdoe, ik kan ook niet eens meer bij iets. Dus het sluit je heel erg af van de buitenwereld. Dat is sowieso al heel fijn wanneer je zelf fitness aan het doen bent. Muziek is voor mij het allerbelangrijkste tijdens sport. En als ik echt heel eventjes wil praten met iemand. Iemand zegt wat tegen me, druk ik alleen hierop. En dan gaat hij meteen op pauze. En dan kan ik gewoon praten met diegene. En dan druk ik weer daarop pop. En dan zit ik weer in mijn eigen wereldje. Ik heb dan altijd een afspeellijst van Spotify. Ik heb wifi in de sportschool. Spotify afspeellijst die ik heb gemaakt zelf voor het trainen is trouwens Oh My Fitness. Die kun je zelf ook volgen als je wil. Leuk. En dan ja, heb je gewoon je hele eigen wereldje. Hij is wel duur. Ik weet niet meer precies. Volgens mij tussen de 200 en 300 euro. Maar ja, ik heb wel echt 3 jaar lang mezelf geïrriteerd en zo'n ding gewild. En ja, dit kwam toch wel echt uit tot mijn favorieten. Dus voor mij is dit gewoon wel echt heel veel waard. Omdat ik het gewoon, ja, soms gewoon bijna dagelijks gebruik. Deze heb ik altijd bij me. Het is een tasje waar je je telefoon in kunt doen. Die gebruikte ik eerst meer dan nu eigenlijk. Omdat ik nu dus die draadloze koptelefoon heb. En eerst had ik dat niet. Dus dan zat mijn telefoon hierin en had ik het draadje zo. Dus ik gebruik hem niet meer zo vaak, maar soms wel als ik bijvoorbeeld buiten ga lopen of zo, dat ik mijn sleutels even bij me heb. Dit vind ik wel echt een heel fijn tasje. Deze heb ik gekocht bij de Tiger winkel in Zaandam. Volgens mij heb je die winkel ook in meerdere steden. Oh ja, en hier heb ik ook een aantal vragen over gehad. Mijn handschoentjes. Omdat mensen ze leuk vinden, denk ik, vanwege de kleur. Ik ben niet zo heel vaak van handschoentjes gebruiken, maar tijdens krachttrainingen waarbij ik echt veel met stangen en dumbbells werk, doe ik ze toch wel aan. Vooral ook met optrekken en zo. Dat is wel fijn. Maar ik heb best wel veel eelt op mijn handen. Omdat ik veel paaldansen heb gedaan vroeger. Dus ik heb niet zo snel last van mijn handen. Maar ze zijn vooral echt heel leuk. Ik heb ze gekocht bij de Decathlon. En ze waren niet duur. Ik weet niet meer hoe duur, maar niet duur. Schattig zijn ze. En dit tasje heb ik trouwens ook van de Decathlon. Schattig tasje. En ik train dus altijd meestal de laatste tijd met mijn tasje gewoon bij me. Want deze zit er ook altijd in. Mijn vlogcamera. En die heb ik dan zo vast wanneer ik dus vlog. Ik kan hem ook kantelen. Zodat ik zo kan vloggen. Maar het is ook super handig wanneer je dus even een oefening wil opnemen. Dan zet ik hem dus zo op de grond. Meestal zet ik hem dan ergens een beetje sneaky in een hoekje. Dat ik geen mensen ermee lastig val. Of dat mensen niet denken, wat is zij aan het doen? Oké, en dan nu over op het horloge. Hierbij ben ik gewoon echt heel eerlijk. Ook of ik hem nog een keer zou hebben gekocht. Want het is gewoon een rete duur ding. En ja, elk ander horloge is meestal goedkoper. Die eigenlijk ook heel veel dezelfde dingen kunnen. Maar wanneer je echt Apple gebonden bent. I have an Apple. Apple pen. Maar.
er zijn wel wat dingen. Anyway, ik ga eventjes hem laten zien en demonstreren. Dit is hoe ik de tijd zie. Die verander ik nog wel eens. Wel, doe ik wel eens zo en dan zet ik hem wel eens op deze. Poep. Schattig, hè? En je kan dus eigenlijk in je achtergrond kun je alles veranderen. Je kunt er ook een fotootje in zetten. Je kunt de tijd. Je kunt ook andere dingen als de tijd instellen. Deze gebruik ik trouwens wanneer ik moet vliegen. Omdat het groen is. Vind ik wel zo grappig bij Transavia passen. Maar deze vind ik ook heel handig. Omdat je dan... Nou, jullie zien al meteen wat ik ga doen vanavond. Eten bij mam. Dat heeft Bart in onze gezamenlijke agenda gezet. Dus ik zie meteen mijn agenda dan. Maar ik heb meestal... Heb ik wel... En je nou deze. En dan kun je ook nog de kleur aanpassen. Dat is wel grappig, want die kleur kun je dus ook weer aanpassen. Een beetje op het bandje wat je op dat moment draagt. En dat is ook wel heel leuk. Nou, dit is dus je Apple Watch op je telefoon. Dus hier kan je eigenlijk ook alles instellen wat net nog gewoon een beetje geklooi was op de Apple Watch. Op je telefoon. Dus laat ik nu zeggen van... Nou, ik wil deze instellen. Dan zal die op mijn telefoon dus ook, op mijn horloge dus ook meteen. Yep, daar is hij. Oké, dan ga ik terug naar het eerste scherm. Dit is dan zeg maar je menu. Dit kun je ook op je telefoon kiezen wat je hierin wilt. Dus dat je het wat groter allemaal ziet. Hij staat dus gekoppeld ook met je iPhone. Dus dan kun je dat allemaal koppelen op elkaar. Wat heel handig is, is je e-mail. Als je even snel je e-mail wilt inzien. Als je bijvoorbeeld op een belangrijk mailtje zit te wachten. Dan kun je gewoon even snel kijken hier. Waar ik het nog meer voor gebruik is deze. Dit zijn een beetje mijn dagdoelen. Dus eigenlijk moet je zien als een soort stappenteller. Je activiteitstracker. Het is ook eerlijk gezegd soms echt een beetje... Zoeken van hoe dingen werken. En mijn doelen app, die zit dus ook gekoppeld aan die van Bart. Dus ik kan nu zien dat ik al 20% van mijn trainingsdoel heb bereikt. En Bart nog maar 10%. Dus dan kunnen we een beetje met elkaar vergelijken. Daar gebruik ik hem dus af en toe voor. Maar je hebt ook een leuk weekoverzichtje. Maar die kun je dan volgens mij weer heel goed in je telefoon zien. Ja, deze, dit is je workouts. Kun je workout direct... Alleen, hier heb ik een klein beetje mijn vraagtekens bij. Hij maakt namelijk een polsmeting van mijn hartslag. En ik vind hem niet altijd heel accuraat. Want ik train namelijk ook heel vaak met mijn hartslagmeter om. Wat ik dan doe, is dan gebruik ik deze niet. Maar dan gebruik ik de Polar app die ik erop heb gezet. Wat nog meer leuk is, is als je dus een berichtje krijgt. Een WhatsAppje of zo. Dan kun je daar ook snel op reageren. Je kan dus niet typen op je... Apple Watch, maar je kunt wel een snelle reactie teruggeven of inspreken zelfs. Je kunt ook Siri gebruiken namelijk op je Apple Watch. En je kunt er ook gewoon mee opnemen en bellen. Dus je kunt gewoon als iemand belt in de auto, vooral vind ik dat handig, kun je gewoon opnemen en praten in je Apple Watch. En dat werkt gewoon prima. Dat heb ik al meerdere keren gebruikt en uitgetest. En niemand heeft daar wat van in de gaten. Je foto's kun je ook inzien. Dit doe ik eigenlijk nooit. Dit is veel te klein. En wat heb je eraan? Niet veel, vind ik. Dit zijn een beetje de dingen die ik gebruik. Voor de rest gebruik ik eigenlijk de dingen zelden. Deze misschien af en toe nog. Dit zijn mijn lijstjes. Dat is een app waarbij je lijstjes kunt maken. En die kun je dus ook delen met anderen. Dus hier deel ik mijn lijstjes. Maar goed, wanneer je hem dus echt heel graag voor sporten wilt gebruiken, dan vind ik hem eigenlijk helemaal niet zo'n hele toegevoegde waarde. Want ik heb dus een hartslagmeter van Polar en die doe ik dan om. En die werkt gewoon met een app. Dus het kan ook gewoon op je telefoon zijn. Dat hoeft niet per se op deze te zijn. En het voordeel is wanneer je dus deze hebt, dan kun je hem synken met deze en dan hoef je niet je telefoon bij je in de buurt te hebben vanwege de Bluetooth verbinding. Maar de hartslagmeter die maakt een veel betere berekening van je hartslag dan dit horloge. Want elke keer dat hij dus even contact verliest, dan schijnt het dat hij dus je hartslag niet goed meet. En dan heb je dus eigenlijk geen hele goede weergave van je training. Dus mocht je het echt voor de sport gebruiken, dan adviseer ik een andere
En die is net uit. Die is van Polar. Ik ben zelf best wel Polar fan. Polar is de enige die echt een accurate, goede meting maakt van de hartslag. Daarom waren er eerst ook alleen maar Polar sportdingen in combinatie met een hartslagmeter. Wanneer je echt je hartslag wilde meten. Maar er is nu eindelijk, volgens mij heet die de A370, op de markt gekomen. Vanaf juni was die te koop. Waarbij je dus echt een pols hartslagmeting hebt. En dat is echt zo handig. Want dan hoef je dus niet meer steeds die hartslagmeter om te doen. Ik zal trouwens hieronder in de beschrijving even een link zetten van dat horloge. Want hij kan echt alles. Dan heb je echt alles in één. En ik had eerst altijd de Loop. Die hield dan ook heel de tijd bij wat ik deed de hele dag. En die hield ook bij. Het grote voordeel daarvan is dus niet alleen dat hij die hartslag opmeet via de pols. Maar ook nog eens dat je batterij langer meegaat. Want dat is echt irritant van deze. Die batterij moet je elke nacht moet die naast mijn bed in de oplader. Maar die andere, die hoef je niet zo vaak op te laden. Dus wat kun je doen? Je kunt hem omlaten wanneer je slaapt. En dan kun je dus ook je slaapcyclus gaan opmeten. En dan weet je dus hoe goed of hoeveel uur je hebt geslapen. En dat is soms best wel goed om te weten. Dus als je echt alles wil weten, dan is echt deze nieuwe Polar echt heel vet. Ik zou hem zelf ook heel graag willen. Maar ik heb nu deze al, dus ik vind het een beetje overdreven om die nu te kopen. Maar ik was altijd heel erg blij met mijn Loop. Alleen die Loop, en die had ik dan in combinatie met de hartslagmeter. Alleen die Loop, die ben ik ooit een keer kwijtgeraakt. Omdat Bart zich irriteerde aan het lichtje, deed ik hem even af in de BIOS. En daar heb ik hem dus vergeten. En vervolgens is hij natuurlijk niet meer gevonden. Dus dat vind ik echt heel jammer. Maar goed, ik heb toen deze gekocht in Amerika. En nu ga ik niet weer die nieuwe Polar kopen meteen. Want ja, vind ik ook een beetje overdreven om zoveel te hebben. Maar echt, die is echt... Voor mij is die echt... Halleluja. Echt zo vet. En wat doe ik dan als ik op zoek ben naar mijn telefoon? Dan hoef ik alleen maar hierop te drukken. En dan gaat hij af. Dat is echt zo handig voor mij. Omdat ik gewoon zo vaak mijn telefoon kwijt ben. Misschien kennen jullie dat wel. Oh ja, en nog één ding. Ik heb er een aantal bandjes bij. Ik heb deze. Roze. Ja. Deze zijn van een soort stof. Die kun je dus ook gewoon in de wasmachine gooien. Echt super handig. Want ze worden natuurlijk om je pols best wel snel vies. Ik heb hem nu om in het blauw. En deze... Beetje sneaky, je ziet namelijk helemaal geen verschil. Maar deze kocht ik er dus bij van Apple zelf. En deze die heb ik op AliExpress besteld. Voor veel minder. Oh, volgens mij heb ik hem wel verkeerd om trouwens, maar boeien. Dit is dus de blauwe daarvan. En ik zie echt geen verschil. Deze heb ik bij de Weekamp besteld, maar die is heel vies geworden zoals je ziet. Dus ik denk niet dat ik die nog ga gebruiken. Maar die was in het begin wel heel mooi met zijn glitter. Meestal gebruik ik eigenlijk of deze, de gewone zwarte. Of nu dan die andere. En ik heb nog een hele leuke besteld bij AliExpress. Die ga ik nog even laten zien aan jullie. Ik ga hem even omdoen om te laten zien hoe die staat. En ik zet de link ook even hieronder. Dat jullie hem eventueel, als jullie ook zo'n iWatch hebben, ook kunnen bestellen. Leuk! Natuurlijk pas ik even deze aan. Tadaa! Nog iets anders leuks. Ik beloof altijd elke maand 10 keer mijn e-book weg te geven via mijn YouTube kanaal. Dus ook in deze video, want ik heb deze maand nog geen e-books weggegeven, geef ik 10 keer mijn e-book weg. Dat is mijn Oh My Fitness 8 weken plan. Het is dit e-book geworden. En dat is eigenlijk een beetje voor vrouwen die gewoon lekker in hun vel willen komen. Sterk en krachtig willen zijn, maar ook gezond en vooral fit. En misschien wil je ook wel hartstikke gespierd worden. Alle tips en tricks, alles staat erin wat ik in ieder geval heb geleerd en wat ik vind. En dus wil jij kans maken op dat e-book? Wil je meedoen aan dat 8 weken plan? Let me know below. Schrijf maar gewoon op wat jouw reden is dat je wilt meedoen. En dan kies ik 10 mensen uit die gewoon lekker kunnen gaan starten. En dan mail ik jou het e-book toe. Super leuk als je wil meedoen. En als je niet uitgekozen bent, dan gewoon volgende maand weer even naar mijn video's kijken. Hou mijn video's in de gaten, want ik vind het super leuk om mensen verder te helpen die graag of willen afslanken of gewoon lekker gezond willen worden. Dat maakt mij niet uit. Het gaat mij erom dat ik gewoon mijn kennis met jullie deel. Dus ja, laat het me gewoon maar weten als je wilt meedoen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En graag tot de volgende keer. Dus abonneer! Dankjewel!